We staan hier bij de Cool Cat en we gaan het interview doen. Welke producten zijn de core business van het bedrijf? Ja, de core business is toch wel kleding. Interview, nou overdag. Wat is de core business van het bedrijf? Ja, de core business van het bedrijf is echt kleding. En de doelgroep tussen de 16 en de 25 jaar. 6 tot 25 jaar. Yes, actie. Vraag 2 dan. Welke mogelijkheden biedt het bedrijf aan stagiaires om zich te kunnen ontwikkelen? Er zijn sowieso 2 stageplekken zijn er beschikbaar voor elk niveau. En Jackie, rond op! Even serieus! We hebben dit werk. Ja, nee. Jackie, ga weg! Sorry. Welke mogelijkheden biedt een bedrijf aan stagiaires om zich te kunnen ontwikkelen? Sowieso zijn er dan 2 stageplekken vrij. Dus op of achter het niveau, maar niet uit welk niveau je doet. Ja, en hangt er vanaf hoe goed je het doet, kun je zelf een baan aangeboden krijgen als hulpkracht. Dus dat is doorstroom voor de DWR, dus daar als specialist alle mogelijkheden staan open. Maar dat is dan zelf ook hoe je dat doet. Oké. Heel duidelijk. Welke vorm van begeleiding biedt het bedrijf aan? Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van niveau. Kijk, niveau 1 heeft natuurlijk heel veel ondersteuning en begeleiding nodig. Niveau 2 en 3 is het vrij zelfstandig. In niveau 4 wordt het nog vrij, verwacht dat je vrij veel initiatief toont en ook verantwoordelijkheid hebt. Ja, dus het is een beetje maatwerk op de persoon zelf en op niveau. Dus, maar de eerste weg geeft ze dan alle niveaus nog goede begeleiding? Ja. We hebben wel we hanteren wel gewoon een selectieprocedure. Dus je moet wel gewoon op sollicitatiegesprek komen. En wij vinden het moet geen verschil zijn tussen een stagiair en een collega. Dus je moet gewoon in het team passen, je moet ook gewoon helemaal meedraaien. Het is niet als je niveau 1 doet, dat je dus alleen maar aan het schoonmaken bent. We verwachten wel ook gewoon dat je op het vloer meedraait. Zodat de klant, zodra er gewoon binnenkomt, geen verschil ziet. Of je nou een stagiair bent of niet. Dat vinden we wel heel erg belangrijk. En dat vinden stagiaires ook vrij belangrijk dat ze toch wel een beetje in het team opgenomen worden. En niet alleen om de rotcursus te komen doen. Oké. En dan 4e vraag. Wat verwacht u van de stagiaires? Leergierigheid. Toch een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Dus op tijd komen. Hè, enthousiast en passie in de winkel staan. Dat vind ik echt belangrijk. Ze hoeft niet alles te kunnen, maar wel alles willen. Ja. Dat is het. Oké, nou dan gaat Julian de volgende vraag doen. Ja, hoeveel stageplekken biedt het bedrijf aan? 2. Ja. Dus 2 kansen voor 2 leerlingen. En waarvoor heeft dit bedrijf accreditering? Voor filiaalbeheer, niet voor ondernemer. Dat helaas niet. En voor de rest hier voor alle niveaus. Van niveau 1 tot niveau 4. Oké. En biedt het bedrijf een stagevergoeding aan stagiairs? Het is niet dat je de maandelijkse vergoeding krijgt, maar het hangt een beetje af van de stageuren die je hebt gelopen. Krijg je aan het eind, als je stage goed afgelopen, krijg je en een stagecertificaat. Dus je hebt bij zo'n goed gedrag, doet het weer afgerond. En na rate van uren krijg je dus een cadeau om. En we hebben laatst een stagiair gehad, die heeft 302 uur stageuren gelopen en die kreeg een cadeau voor 250 euro. Zo. Dus eigenlijk wordt de stagevergoeding uitgegeven aan cadeaubon die je kunt besteden? Ja. Nou, stage gelopen en kleding hier kopen. 2-1. Ja, toch? Ja, dat waren alle vragen. Hartstikke bedankt voor uw tijd. Ja, en nog een fijne dag verder. Oké, nou, succes.